Ik sta hier bij Frank Hulskotte van Bouwmensen. Je bent van de week getuige geweest van het verwijderen van het mozaïek. Hoe gaat het daar nu mee? Nou, de meneer die dat verwijderd heeft, die heeft alles netjes opgeslagen in boksen. En hij gaat in het komende jaar gaat hij alle steentjes weer herplaatsen op een aluminium frame, zodat het straks weer helemaal netjes uitziet. Dus het kunstwerk blijft echt bewaard? Het kunstwerk blijft echt bewaard. Het is een, zoals hij zei, is een, echt een heel speciaal monument wat hier verwijderd is. Ja, en hij was er eerder klaar mee dan de bedoeling was, hè? Ja, hij had eerst een bepaalde techniek en dat wilde niet omdat de hechting van de achtergrond niet voldoende was. Dus hij heeft de steentjes afgeplakt, zodat hij er nog een beetje één geheel van had, zodat hij kon zien en afnummeren waar hij het weggehaald heeft. En zodat hij het later weer makkelijk kan terugplaatsen op een goede achtergrond en zodat de steentjes wel blijven zitten. Ja, want hij gaat het zelf thuis in Zuid-Beierland, heb ik begrepen. Gaat hij het zelf in elkaar zetten? Ja, volgens de eerste techniek zou het anders verlopen. En dan zouden de boksen hier blijven staan totdat er een project of een plek werd gevonden waar het hergeplaatst werd. Alleen die techniek die kon niet, omdat, net zoals ik net al zei, de achtergrond niet genoeg hechting had. Dus hij heeft het meegenomen naar huis, daar heeft hij een grote werkplaats en daar maakt hij het in 3 panelen, wordt het daar samengesteld en dan kunnen ze de panelen vertransporteren naar de toekomstige plek waar het komt te staan.